goed, welkom op de duurzaamheidsmarkt van Regio Noordwijk. Regio Noordwijk is deze week gestart met de campagne om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. En zoals jullie zien staan hier verschillende kraampjes. En ik neem jullie mee. Hier in de hoek staat een kraampje waarin je tips kunt geven hoe je veel beter met energie om kunt gaan. Bijvoorbeeld door minder te douchen, de deur dicht te doen als het raam, als de kachel aanstaat, enzovoort, enzovoort. We hebben hier een kraampje over LED-verlichting. Halogeenverlichting is natuurlijk heel erg goed als je dat al in huis hebt. Maar LED-verlichting levert nog veel meer besparing op en dat is weer goed voor je portemonnee. We zijn hier bij het Repair Café. Zoals jullie zien wordt hier al druk geklust. Ik bedoel, waarom zou iets wat toch heel goed is, maar waar een kleine hapering aan zit, waarom zou je het weggooien? En bij het Repair Café kun je het laten repareren. En wil je weten wanneer het is? Iedere zaterdag, eerste zaterdag van de maand, van volgens mij 10:30 tot 1:00 hier in het wijkcentrum. Dus neem je kapotte spullen mee en laat ze repareren, zou ik zeggen. We zijn hier bij de tafel Meten is Weten. Vaak is energiebesparing al het halve werk. Als je gewoon weet wat je uitgeeft, hoeveel je gebruikt, dan weet je ook waar je op kunt bezuinigen. En we hebben hier een hele lijst liggen van locaties in de wijk Noordwijkerduin die een eigen meter hebben. En op die meter kun je zien hoe je gasverbruik is, hoe je waterverbruik is en hoe je energieverbruik is. Bij deze tafel staan de mannen van Facilitair. En hier wordt van alles verteld over vloerschoonmaak. Des te beter je vloer onderhoudt, hoe langer die meegaat. En dat is natuurlijk weer heel goed voor de portemonnee. Nou, hier in de grote zaal van het wijkcentrum hebben we nog een paar kraampjes staan. Hier staat het kraampje van de Ecobus met de Ecobox. Dit is gekoppeld aan het landelijke project van CERLO over duurzaamheid. En de Ecobus kan met de Ecobox bij je langskomen om te kijken welke middelen je kunt gebruiken en inzetten om minder energieuitgaven te genereren. Nou, we zijn hier bij de drie kramen van de leveranciers van CERLO. We zijn hier bij de Frico. Nou, er staat al een hele mooie container met allerlei manieren om je, of materialen om je huisvuil te scheiden. En bij deze stand krijg je informatie waarom je überhaupt je vuil moet gaan scheiden en wat het je kan opleveren. Nou, CleanLease is ook vertegenwoordigd. CleanLease gaat over de textielverzorging, de was, om het maar heel kort door de bocht te zeggen. En wat je kunt doen om via het wassen zo weinig mogelijk energie te verspillen. Nou, tenslotte hebben we hier Abena. Abena is ons disposalverbruik. En bij Abena kun je tips krijgen van hoe je het beste de disposables kunt gebruiken en hoe je ze heel netjes kunt afvoeren. Zeg ik dat goed? Geloof het wel, hè? Oké. Nou, we staan hier bij de kraam van Facilitair. Die heeft drie kramen en een van de kramen hebben ze in samenwerking met de dagbesteding gedaan. Binnen CERLO doen we natuurlijk al prachtige dingen bij de dagbesteding om ons huisvuil te scheiden. En daar zijn we eigenlijk wel hartstikke trots op. Het is papier halen ze op, het glas halen ze op. Je ziet hele mooie foto's van het repareren van de fietsen, dat wordt ook gedaan. En we hebben hier nog een hele mooie kraam ook van Facilitair. En dat gaat over de schoonmaakmiddelen. Welk middel is gewoon goed voor je portemonnee en is heel goed voor je materiaal, zodat het een veel langer leven heeft. Jongens, dit was de duurzaamheidsmarkt. Dankjewel en wees zuinig.